Meneer Plasman, zojuist is in hoger beroep opnieuw 6 jaar celstraf geëist tegen uw cliënt. Was u verrast? Nee, dat had ik wel verwacht. Ik wist alleen niet wat het Openbaar Ministerie zou doen met het advies van de deskundige. En eigenlijk heeft het Openbaar Ministerie hier exact hetzelfde gezegd als in eerste aanleg qua eis. Dus ja, dat verrast dan niet. Een aantal dingen die wel anders lagen ten opzichte van bij de rechtbank, was bijvoorbeeld het hersenletsel waar u zeg maar toch stevig op heeft ingezet en misschien morgen ook weer gaat doen in uw pleidooi. Ja, dat is eigenlijk nauwelijks aan de orde geweest bij de rechtbank in Almelo. Ja, dat heeft de rechtbank heeft daar, zo lees ik het allemaal, niet aangewild. En terwijl toch wel nu prominent naar voren gekomen is dat er een ernstig auto-ongeluk is geweest, zeer ernstig. En dat de deskundigen zeggen dat dat voor Jansen heeft betekend zeer of ernstig lichamelijk letsel en ernstig psychisch letsel. En dat bij elkaar is de opmaat geweest naar het latere dysfunctioneren. Dus dat is nogal wat. Ja, maar die deskundigen zeggen ook van we kunnen niet het hersenletsel in directe zin relateren aan het auto-ongeluk. Nou, eigenlijk de deskundigen verschillen van mening daarover. Maar ze zeggen wel van ja, het hersenletsel is gewoon na zoveel tijd niet vast te stellen. Alleen de één deskundige zegt nou het is niet zo waarschijnlijk of hoogst onwaarschijnlijk dat het hersenletsel er geweest is. Maar de andere drie zijn het daar niet mee eens. Even terug naar de strafeis, 6 jaar. U was niet verrast, maar ik neem aan dat u dat veel te hoog vindt. Ik ga ervan uit dat mijn cliënt moet worden vrijgesproken. Dat ga ik morgen betogen. En dan is een dag gevangenisstraf te hoog uiteraard. Nu heeft justitie ook gesteld dat als het Hof mogelijk een onvoorwaardelijke celstraf oplegt, dat er dan directe gevangenhouding moet plaats hebben. Dat is wel een beetje spierballentaal van justitie, of niet? Ja, dat is eigenlijk ook in strijd met ons recht, want er wordt geen gegronde reden aangegeven. Dus het komt erop neer dat de AG zegt tegen het Hof, begint u maar vast met de executie van een nog op te leggen straf die niet onherroepelijk is. Nou, dat is eigenlijk een strijd met het recht. En de reden die de AG dan opvoert is dat mijn cliënt zich aan executie zal gaan onttrekken omdat hij niet op de zitting is. Dit terwijl ik heb aangegeven dat hij wel bij de uitspraak zal zijn. Dus om nu te zeggen dat hij zich aan een eventueel op te leggen gevangenisstraf zal gaan onttrekken, dan zeg ik als ze dan aan het speculeren zijn, dan is dit wel heel erg speculeren. Nu zou dit voor u een reden kunnen zijn om te zeggen, nou blijf toch maar in Duitsland straks met die uitspraak? Ik ga helemaal niet zeggen over wat ik met mijn cliënt wel of niet bespreek en ga bespreken. U heeft gezegd tijdens de persoonlijke omstandigheden, even kort, dat hij aan het vereenzamen is, hè? Ja. Kunt u dat uitleggen? Nou ja, het woord zegt het al. Iedereen heeft zijn handen van hem afgetrokken, behalve natuurlijk zijn naaste omgeving. Misschien dat er nu met de gebeurtenissen van de laatste paar maanden wat kentering in komt, omdat toch mensen ook wel laten merken van, hé, daar hebben wij nooit aan gedacht bij jouw gedrag. Misschien is er wel iets mis in je hoofd. Nou, dat verandert de mening van sommige mensen over hem. Maar hij zit moederziel alleen en heeft af en toe bezoek en bezoekt zelf af en toe iemand. En dat kun je vereenzamen noemen. Ja, nu heeft hij altijd gezegd dat hij het ergste vindt dat hij niet meer aan het werk is. Hij is niet stiekem ergens in een kliniek aan het werk? Ik ben niet de bewaker van mijn cliënt, maar ik heb geen enkel signaal op dat gebied. En wat ik van hem heb gezien en wat ik van hem hoor, denk ik absoluut niet dat hij daartoe in staat is. Dank u wel. Graag gedaan.